Het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek in Suriname, CELOS en ACTG, hebben gisteren een Memorandum of Understanding getekend. In de overeenkomst worden de expertises op het gebied van landbouw, bosbouw en ecosysteembescherming gebundeld en verbeterd. Dit partnerschap zal zich focussen op onderzoeksthema's zoals agroforestry, biodiversiteit, duurzaam bosbeheer, bodemgezondheid en gistteledetectie. De samenwerking richt zich op het behoud van biodiversiteit en duurzaam gebruik met het doel het versterken van beleid en capaciteiten. CELOS-directeur Sudeshan Jairam zegt dat de samensmelting van expertise een beter beeld moet geven welk beleid nodig is voor de ontwikkeling hiervan. U weet dus dat de biodiversiteit en een duurzaam beheer daarvan internationaal ook heel belangrijk wordt geacht. En dat je daarom ook dus ook makkelijk financieringsmogelijkheden kan krijgen wanneer je dus kan aantonen dat je dus gaat werken daar naartoe. Regionaal directeur van de Amazon Conservation Team Guyana's, Minu Parahu, zegt blij te zijn met deze samenwerking. Tot voor kort heeft de ACTG de rol moeten invullen van onderzoeksinstelling, alhoewel dat officieel niet de taak van de organisatie is. We dragen een warm hart toe aan het CELOS. Echter moeten we een win-win situatie zien te vinden. En dat hopen we te bereiken door in deze samenwerkingsovereenkomst invulling te gaan geven aan onderdelen die te maken hebben met landbouwsystemen. Innoveren daarvan, maar ook potenties bekijken van NTFP's, op bosbouwgebied kijken naar sustainable forest management activiteiten en dergelijke. Alles heeft een raakvlak. Wij zeggen dat het bos eigenlijk holistisch moet worden bekeken. Ja? Naast een SEC onderzoeksinstelling kijken we ook naar de culturele gebruiken. Toch? Dus daarom zeggen we holistisch. De thema's in de MOU sluiten aan bij de SDG-doelen, waardoor financiering voor de projecten kan worden verstrekt. Deze samenwerking is ingegaan op 1 augustus dit jaar en blijft 3 jaar van kracht, tot en met 31 juli 2027 dus.